Maar nu eerst, welke camera maakt de mooiste lentefoto's? De lente komt eraan. In tuinen en parken komen de eerste lentebloemen tevoorschijn. En ik ga je laten zien hoe je die het mooist kunt fotograferen en welke camera's je daarvoor het beste kan gebruiken. De bomen en struiken zijn nog kaal en de natuur in deze prille periode is nog behoorlijk kleurloos. Om toch een kleurrijk beeld te verkrijgen moet je behoorlijk dichtbij kruipen. Met de standaard zoom van een reflexcamera kom je al een eind. Maar met de juiste accessoires is het mogelijk om nog meer in te zoomen. We kijken vandaag naar een paar verschillende camera's. Je onderwerp kan nog zo mooi zijn, maar als het niet goed in het licht staat, wordt je foto hooguit middelmatig. Lichtbewolkt weer is ideaal als je kleuren goed wilt laten spreken. En zonnig weer is goed voor vormen en structuren. Zeker als de zon, zoals in de lente het geval is, niet te hoog staat. De dingen achter en voor het te fotograferen object kunnen scherp zijn. Dat gebied waarin alles scherp is, noemen we scherptediepte. De scherptediepte is regelbaar met het diafragma, de instelbare opening in een objectief. Kies je een hoog diafragmagetal, dan is het diafragma ver gesloten. We spreken dan van een klein diafragma. Samenvattend, een klein diafragma is een hoog diafragmagetal, is veel scherptediepte. En een groot diafragma, een laag diafragmagetal en weinig scherptediepte. Het diafragma kun je instellen op de aanstand van je camera. Bij close-up foto's is de scherptediepte hooguit enkele centimeters, dus heb je al snel een hoog diafragmagetal nodig om voldoende scherptediepte te krijgen. Als je erg dichtbij staat, gebruik dan een diafragma van 16 of 22. Vaak is het beter om zelf scherp te stellen, dus dan zet je de camera op manual focus en stel je scherp met de hand. Het makkelijkste is dan als je camera op een statief staat. Fotograferen kun je altijd en overal doen. Op vakantie of thuis, op je balkon of in de tuin. De volgende camera's en lenzen kunnen goed van pas komen tijdens je fotografie-sessie. Dit is de Canon EOS 550D, een echte spiegelreflexcamera. Met zijn 18 megapixel kun je elk detail perfect vastleggen. En op het grote, heldere LCD-scherm kun je scherpte goed bekijken. En dat is belangrijk voor macrofotografie. De volgende drie camera's zijn kleiner en lichter omdat de spiegelbehuizing en de zoeker eruit zijn gehaald. Maar ze bieden wel de kwaliteit van een spiegelreflex. Dit is de Panasonic Lumix GF2. Op het grote SmartTouch LCD-scherm kun je het onderwerp aanraken wat jij het belangrijkst vindt. En de camera stelt hier dan de scherpte en belichting op in. Ook met één druk op het scherm kan je een foto maken. Dan is dit de Sony Nex 5. Deze camera heeft een harde maar lichtgewicht magnesiumbehuizing en is daardoor lekker stevig. Bijzonder aan deze camera is dat je er 3D panoramafoto's mee kunt maken, die je dan in 3D op een 3D televisie kunt bekijken. Helaas kunnen we je dat niet laten zien, want jij kijkt waarschijnlijk naar Mediazien op een gewone 2D televisie. De Olympus Pen EPL2 systeemcamera levert ook reflexkwaliteit, maar is super compact. De mogelijkheden zijn eindeloos, want er is een scala aan accessoires en lenzen verkrijgbaar. Zoals deze tele, macro en groothoeklens. Of het nou zonnig of bewolkt is, ga gewoon lekker naar buiten en leef je uit met je camera. Meer informatie over deze camera's en over fotograferen vind je op onze website.